Vanaf 2 september kunnen kaatsliefhebbers terecht in het vernieuwde kaatsmuseum in Franeker. Geopend in 1972 is het kaatsmuseum het oudste sportmuseum van Nederland. Het museum geeft in haar vaste opstelling een beeld van de historische ontwikkeling van de kaatsensport. Bezoekers kunnen zelfs ervaren hoe het is om te kaatsen zonder maar één bal aan te raken. Nou, even in handen sparen. Ja, dat zou helpen. Oh, dit is eerst. Ja, dit is wel mooi. Ja, ja, dit is heel mooi. Ik dacht even, en dan houdt die streep op wat de keert is. Ook zo, ja. Dat was het normaal. Komend weekend gaat hij open, het nieuwe kaasmuseum in Franeker. Ik kan me voorstellen dat jullie ontzettend blij zijn met deze accommodatie. Natuurlijk, we hebben net dromen kennen dat het zou mooi worden zo. Het plakje is gaadelijk en de inrichting is geweldig. Ja. Wat kunnen jullie hier meer dan op die andere locatie? Wij hebben hier een volle moderne museum. Op de andere locatie, dat we helemaal net fout. Daar zit een verbobbelde Frieslandbank. Maar na de tijd van nu, wie het een heel verouderlijk gedoe. Maar doet het makkelijk waar, in 1596 weer dat in die tijd ook heel modern. Het probleem daarvan weer dat er mensen komen weer, want het weer een heel mijn trap kunnen boppen daar. Ja. Nou, mooi aan de voorstraat, nou in Franeker, parkeerruimte voor de deur. Dus mensen kunnen echt goed hier komen. Het is een volle gekker. Het is op een bovenslag van het zoekeloon. Ja. Als je een beetje knap slaan kan, dan sla je de bal hier heen. Nou, waar kun je nou een mooier plakje krijgen als hier? En daarom vinden wij ik eigenlijk dat een soort wall of fame, oftewel een patie van het Zoekeloon naar het Keersmuseum komen maat, maar daarin alle namen van alle bijvoorbeeld PC-winners. Een soort tegels in een straat? Bijvoorbeeld staat bijvoorbeeld in Ljouwert de gedichten in de straat te lezen. Ja. Sassoon je PC-winners in de straat te hebben kennen en dat past helemaal bij dit plak. Ja. Zodat de mensen op het Zoekeloon een route hebben naar het Kaasmuseum en andersom? Sure. Net naar de bocht, maar in nog nooit Keersmuseum daar. Maar dat is nog een droom, geloof ik, hè? Ja, je kan net alles willen, want als je nou rekent dat dit nou naar Saffelen realiseren is, hè, en dat we daar tegen Grutsko binnen, en ik heel mooi vinden, net alleen voor uzelf, maar natuurlijk voor de hele Keersmeerskip en voor de Friese cultuur, want laten we eerlijk wezen, Keersen en Friese cultuur, dat jij toch wel voor een groot pad bij een waard. Het keersen is ontstaan in Picardie omstreeks 1180 en neffens de historici is het al door via Parijs, via Brussel en Vlaanderen gingen naar de zuidelijke Nederlanden, naar de omkringen van de Biesbos en via de Biesbos is het bij de slikwerkers omstreeks 1500 in Friesland komen in de tijd dat het beeld inpolderen was. En mensen kunnen hier zelf ook kaatsen, want het is eigenlijk een interactief museum geworden. Dit is heel bijzonder. Je kunt het spul hier helemaal leren. We hebben een prachtige Wii. Maken toch Grendel Games in Ljouwert. Ik maak je toch ook nog even reclame, want ze kwam uzik wat te meten. En daar kun je het mooiste Machine Biden op spelen. Je kunt eerst de demo even bezien en je kunt zelfs ook alleen nog spelen. Hebben jullie nou ook iets waarvan jullie zeggen van nou, dit is echt het topstuk van het museum? Ja, het hele museum, het ben eigenlijk in en al topsteken. Het is zo mooi goed wat we hier hebben, historisch mooi goed. Maar ik zan Keerswie is heel mooi. Een kluis werd bijvoorbeeld Piet Jetsen Faber in Eerdwet als de keertser die het grootste aantal punten hellen heeft. Je hoeft maar om je heen te zien, dan raad je eigen net uitzien. En boven dat, net alles is direct zichtbaar, maar een heleboel dat kun je ook zien. Achter de schermen, oftewel van u te schermen, er is een heel soort ICT in dit museum. Vrijdagmiddag om 1 uur is het museum voor het publiek toegankelijk. Dat zal sneurtenmiddag zo wijzen. Het weekend, dan ben we s'nachts nog net open en maandag is ik net. Maar dan geven we thesis weer terug en thesis, om te sneuren. Dan moeten de mensen maar zo gauw als mogelijk zien hoe mooi het er al hier uitziet. En vanuit het Keertsmuseum een buurste balenke bopperslag, denk ik. Nou, zo kun je het wel bezien.